vandaag Nationale Boomfeestdag. En net als op allerlei andere plekken in Nederland wordt er door een hoop schooljeugd hard gewerkt om bomen te poten. En die bomenpoten gebeurt hier vandaag in het Andels Bos? Ja, nou ja, het begint nu een beetje een bos te lijken, denk ik, met deze bomen erbij. Maar voor mij is het inderdaad het Andels Bos. En nu zag ik net ook een koker de grond ingaan. Wat is daar de bedoeling van? Nou, het is een beetje dubbel. Het is natuurlijk iets wat landelijk gedaan wordt, maar toch ook wel aardig. Het is nu de laatste keer boomfeestdag in de gemeente Woudrichem. Net zo goed als in Aalburg als Werkendam en volgend jaar zat de gemeente Altena. En nu staan daar de namen op van de kinderen die aan dit project hebben deelgenomen. En zodat als later de bomen gerood zouden worden en de stoppen wordt uitgegraven, de koker naar voren komt waar hun naam op staan. Normaal hebben de leerlingen eigenlijk nu praktische sectororiëntatie. Dus dat betekent dat ze eigenlijk bij ons op school leren over de natuur, over de dieren. Maar het is natuurlijk fantastisch om vandaag gewoon in de praktijk met de leerlingen hier te helpen. Bij ons krijgen de leerlingen in leerjaar 1 en 2 sowieso 3 uur per week praktische sectororiëntatie. En daarin krijgen ze elke week een ander vak wat te maken heeft met groen. Dus met dieren of met planten of met bloemen, met de natuur. En ook daarin komen de bomen aan de orde. Als ze bijvoorbeeld natuurbeleving hebben, dan gaan we echt met de leerlingen de Andel in. En dan gaan we inderdaad ook de bomen bekijken. Hoe heten de bomen, maar ook hoe heten de bloemen, hoe heten de paddenstoelen. Dus dat zijn dingen die krijgen ze allemaal aan bod bij ons op school.